is een kijkdoelpunt. Dat valt een beetje voor hetzelfde. Rob van Merkel is ontstaan begin vorig jaar door een Duitser, Roger Janning. Die zit al vaak in de States, in Amerika. En ik had het idee van, god, zou het leuk zijn als we een aantal veeproduren oppakken in Amerika, dat we daar een prijs maken. En dat is het idee ontstaan. En we gaan dus naar Portland, naar Washington DC. Dat is aan de westkust, helemaal aan de oostkust. Dat is een afstand van iets meer dan 5000 kilometer. En dat geheel gaan we dus in 30 dagen doen. Dat betekent ook, er zitten dan een aantal rustdagen tussen. Maar van A tot Z, van begin tot eind, 30 dagen door de tijd. Nou, wie doet er nou mee? Er zijn 23 Europeanen die meedoen. 90 Nederlanders, 90 Duitsers. Dat vind ik op zich een mooie verhouding. En dat is in Nederland, dat is Friesland. Maar wel veel langer kleiner dan Duitsland. Dus relatief zijn er veel Nederlanders waarvan Jozef de Leijs aan het zweten. Ben ik zo goed met samen een paar delen van het zachter? Ja? Oké, dan praat ik even. Er zijn ook drie Engelsen. Onder andere Lee Wakefield zit erbij. En dan de naam weer zo niet. Oostenrijker en een Deen. Dus we zijn een behoorlijk gemeleerd gezelschap. En 26 uitgezand, 26 Noord-Amerikanen. En we hadden het van de laatste bereik afgezet. Dus het totaal aantal staat nu op 49. Volgende. Ja, de volgende. Ja, de route. Zoals jullie kunnen zien is in de kaart van Noord-Amerika, waar we zien dus in Mexico. En de rode lijn, we beginnen met een vliegtuig. We beginnen hier in Portland en gaan zo helemaal via de bovenkant naar Washington DC. Dat is ook wel een eind. We beginnen hier op 28 juli en hopen hier op 24 augustus aan te komen. Waar wij dus op 25 augustus, dat is de laatste dag. Echt ons wel aan de start hebben. We komen door de C, en dan hebben we hier Montana, we komen door de C van Zula. Hier hebben we nog een leuke stukje bij Chicago. In elk geval een hele klus. Nou, wat gaan we dan weer doen? Gemiddeld betekent dat 200 kilometer per dag is. Dan kun je zeggen, 200 kilometer, want dat in Nederland ook. Ja, maar we hebben bergen. Zoals je dat grafiekje noemde van zien, dit zijn de lokkers. En dit is nog in 2050. Ik heb van de week even uitgekeken wat je doet. Je ziet er 27.000 hoogtemeter zijn. Dat is best veel. En dat maakt toch een stukje lastiger. En de langste dag is 268 kilometer. Dan moet ik daar wel bij verhalen. Dat dat groter is naar beneden is. Dus het zal wel weer op een nette stap zijn, maar dan nog. Het is een 45-jarige tocht. Nou, welke fietsen gaan we? Veelmobielen. Die zijn natuurlijk veel soorten waterdicht, zien we maar. Jullie hebben een aantal van jullie hebben vast gekregen. Zien op de foto's, plaatjes enzovoort. Waarom een veelmobiel? Nou, en waarom ook trouwens naar Amerika? Kijk, Amerika is een land. Als je daar de hoef verslagen wordt, dan pak je de auto om naar de supermarkt te gaan. Fietsen, als je op fietsen zit, is van, oh, als iemand niet aan het sporten. En wij willen laten zien dat fietsen niet meer sport is, maar ook van vervoer van A naar B. Vervoer, boodschappen, gewoon werk, noem het maar op. En ja, wat is nou best voor een mooie lange afstand vervoer? Een veemobiel. Ik bedoel, dan maar een halve boodschap houden. Nou, hoe gaan we daar nou heen en hoe slapen we daar tegen? De fiets is onderweg. Dus er zijn al 23 fietsen in de container gezocht. Daar maakt het 2,5 van, of alle half van tegen. En die is per schip onderweg. Dus over 2 weken geleden zijn die vertrokken. Over 4 weken vliegen de mensen bij de zelf vliegen achteraan. En dat begint ze dan natuurlijk. Hoe overnachten we dan? De dag dat we aankomen in Portland, slapen wij in een hotel. Ik ben er zelf 3 dagen.
even een stapje maken, of iets van buiten gepakt worden, testen, niet alles nog, zeker. Halverwege of iets overdag zaten wij ook een dagje in Chicago in een hotel, puur alleen vanwege het feit dat ja, heel toch even 20 dagen op een luchtvaartkastje van zo weer staat, even een lunchen, even wat voor de vrouw. En de laatste dag slapen wij nog in Washington DC. De overdag dus in een tent. Ja, moeten we die spullen allemaal zelf mee gaan nemen? En dan is de bedoeling dat je 2000 meter wachtjes gaat doen met heel veel bagage achterin. Nee, dus een truck, een grote pick-up, is geprogrammeerd vanuit Duitsland. Dat is echt wel een gerestaureerde Amerikaan. En die neemt al onze spullen mee, als bagage, maar ook reserveonderdelen. En mocht het zo zijn dat er een lekker band hebt, dan kun je langs de kant gaan weer kunnen gaan. Maar mocht het zo zijn dat het een vel geeft, een veerpoot gaat stil. Weet ik veel, je mag gaan aanrijden en je mag niet meer verder rijden. Dan gaan we de zuk ook gebruiken om de fiets te vervoeren. Ja, ik heb een plaats s'avonds en kijken of we kunnen de taal repareren. Want ja, het zou zonde zijn als het een einde oefening is. Volgende plaatje. Ja, hopen we nou nog eten. We zijn al een deel geweest en we gaan elke avond gaan we een restaurantje opzoeken, et cetera. Maar ja, dat we toch een prijs en aangelegenheid in de vluchtelingen zal er geen duur en heel veel kosten. Dus gezamenlijk eten, gezamenlijk kopen in groepjes, ik weet het nog niet precies. Dat zijn allemaal dingen, dat moet je daar op de plek een beetje uit gaan zien te vogelen. Wat ik wel weet, is dat als wij in dorpjes komen, dat we dan anders over tijd hebben, een soort van pasta party, dat we dan een barbecue. Maar in elk geval in die lokale gemeenschap, waar bijvoorbeeld ook mensen zijn die zelf fietsen in de fietscommunities. Dan gaan we gewoon met de mensen in gesprek en dan houden we s'avonds een soort van ja, een feestje, een barbecue feest of een pasta party. Media-aandacht. Nou, zoals jullie kunnen zien, in Amerika zijn er behoorlijk veel kranten, radio's of zoals televisiezenders aangeschreven. En een groot deel in, die komen ook van kijken. Dat is echt. Als ik die films bekijk, zijn het over de 100, 130 of iets meer dan zo. Dat is een behoorlijk groot aantal. Voor Amerikanen die denken van, wow, er komen een stuk of 50 fietsen, komen dat heen, dat is heel speciaal. In Nederland. Nou, ik heb een stukje geschreven naar het lokaal dagblad. Dagblad van Noord. Hier is een provincie West en provincie Noord. Dat zijn, nou, het is nog niet eens een provincie Groningen. Is het echt van, maar een stukje van de derde pagina. Dus de media aandacht in Nederland, of ja, ik weet niet hoe het in andere landen zit, kranten, is heel weinig. Dat is eigenlijk best jammer, want het is natuurlijk een geweldige avontuur. En het is best jammer dat er zo weinig aandacht voor is. Lichtingsbrug, ja, er zijn al diverse stukjes op lichtingsbrug.net. Ja, nee, gewoon nieuwsbrug, dat staat er wel op lichtingsbrug.net. Als laatste sponsoring. Nou, we worden, Rome zelf, wordt gesponsord door NATO sponsoren, met name WHO. WHO is een grote sponsor van ons. We hebben al personen die sponsoren ons, met banden komen, met experimenteelbanden komen erbij. En ik heb zelf iemand die zegt, nou, doe maar zo'n experimenteel band. Ga ik ook kijken van hoe valt die, heet het goed, vaak lekker. Als het gaat lekker, dan ben je flauw op een pak andere landen. Maar dat is een beetje idee. En er is nog Energy Bar, een naam even vergeten. Dat ik niet goed. Als laatste sponsoring tegen de flyer show, Villa Loop. En dat ga ik een beetje klaarmaken voor mezelf, of voor Villa Loop. Een collega van mij, die heeft een dichtje. En die heeft een Euro-Lassan-kanker. Euro-Lassan-kanker is een vorm van kinderkanker. Ongeveer 25 kinderen, kleine kinderen per jaar in Nederland krijgen dat. En 20 daarvan overleven niet. Dat betekent dus dat een overlevingskans van 20%. Ja. Wat doet Villa Loop nu? Villa Loop die verzamelt geld in. En het geld dat ze binnenhalen, dat gaat voor de volgende 100%. Gaat dat naar keuze. Tegen deze vorm van kanker en gerelateerd. Nou, wat heb ik nou bedacht? Ik dacht van, ik moet een missie van een collega en andere kinderen die dat hebben, die moet ik op een of andere manier helpen. Nou, heb ik bedacht van, weet je wat, het zou geweldig zijn als er mensen kunnen zijn die mij kunnen sponsoren. Een x aantal cent of een halve cent per kilometer.
En dat hetzelfde waarmee mijn zicht. Ik heb tot nu toe weer 475 euro. Heb ik binnen, maar ja, niet binnen. Ik moet natuurlijk nog wel deze fietsen. Als ik dat gedaan heb, is het 475 euro. Ik heb hier een aantal volgtjes of flyers. Als je dan denkt van, goh, dat is een leuk idee. En dat wil ik zeggen. Hè? Je kunt hier een flyers ophalen. Je kunt het thuis even op het gemak even nalezen. Als je dan denkt van, yes, dat ga ik doen. Dan heb ik heel veel lijst. Je kunt het hier na. En je e-mailadres opzetten. En er zijn al plooitjes voor het bedrag wat je wilt geven. Dus een minimum bedrag, maximum bedrag of een vast bedrag. Wat u wilt, ik blijf van u samen even te vragen. Dus dat is een hele goede zaak. En als laatste slide, vragen. Ja, kosten. Ja, ik heb Hart van Nederland. Nee, Hart van Nederland is dat, Hart van Actie. Kun je de vraag even herhalen? Ja, oh sorry, de vraag is herhaald. Pas vroeg van, hoe zit het met dingen zoals Hart van Nederland, SOS, dat soort zenders. Die hebben aangeschreven, Hart van Nederland, EDCNL. Ik heb lokaal en landelijke radio aangeschreven. Niks, enige van die reageerden ons dus. Ja, ik heb gezegd van, ik ga zoeken fietsen, staan er andere mensen, dit zijn onze fietsen. En dit is die wij doen, en daar doen we het voor, geen respons. Dat is heel leuk. Dus dat was hier ook nog een vraag. Hou de microfoon even erbij. Ik vind het super tof dat Wilfried het gaat doen. Ja. Daar zit nog Bert en Rob, gaan wij samen, dus jullie doen ook mee. En Alex, dankjewel. Ja, de vraag was hier op een papieren lijst. Om het volgende staat een webadres. En als je daar goed gaat, dan klik je de site naar de webadres. Ja, het staat daar ook bovenaan. Oh. Ja. Het staat bovenaan, dat is mijn webadres. Het staat ook op het volgende. Als je die invoert, dan klik je terecht, dan op de bellen. Dan heb je de pagina, je hebt gesponsord, het staat alles uitgevraagd. En als je niet uitkomt, dan stuur je het op de mijn webadres. Dus wij kan ook gelijk op de lijst doen, dan voel ik het voor je. Wilfried? Dat is een goede vraag. De vraag was of wij elke dag als goed bij elkaar blijven. Nou, ik kan je voorstellen als 50 gebieden in Amerika van veilig maken als één grote groep. Dat lijkt geen interessant idee. Dus wat we gaan doen, we gaan... Het zal waarschijnlijk gebeuren dat de rijders die hetzelfde zijn elkaar opzoeken, de rijders die langzamer zijn zoeken elkaar op. Maar ik ga in groepjes van 3-4 mensen vormen een groepje, die blijven altijd bij elkaar voor die dag. Moet er eentje stoppen omdat hij een band heeft, en de klasse, dat geldt, stop de rest van die 4. Dan kan de rest van de 46 rijders ofzo, die kunnen van boven fietsen. Daarmee bereik ik dus dat de doorstelling van de groep als geweer veel vlotter gaat. Je kan je voorstellen dat je 50 man 50 keer moet stoppen, of met 4 man 4 keer, nou, reken bij je best. Buddy system. Ja, de veiligheid. Ten eerste gaat het truck mee, dat is weer voor dat het stop gaat. Ten eerste gaat het truck mee. Maar wat wij ook gaan doen in Amerika, ik heb niet echt fietspaden zoals we dat in Nederland kennen. Dus we zullen grote deels over de highways gaan. Alleen die highways zijn wel uitgekozen dat het redelijk autonieuwe wegen zijn. En we gaan daar over de vluchtstofheid. De shoulder heet dat. En we hebben zo'n spiegeltjes. En het idee is dat ik vooral de achterste goed in de gaten houden van komt er achteraan. Komt er daarna even goed terug, zodat we allemaal in de vlieg naar de bal kunnen gaan. Of in elk geval op kunnen letten op de auto op deze start naar de chauffeur en ziet. Nee, er wordt niet nog massaal gevolgd in de bezoek. Hier rijdt halverwege naar een gezamenlijk punt, want elke dag hebben wij in één punt, dat is hier ook een aantal tweede derde van de top, waar we allemaal weer verzamelen
om te gaan lunchen. Een soort van pitstop. En die druk bij elkaar ook gaan doen. En er is ook een sportteam die bijvoorbeeld dingen zoals een tent opzet, misschien een inkomen doet. Die reizen als het ware vooruit, zoals wij dan aankomen, dat we dit doen in de glazen. Oké, nou, dan wil ik jullie bedanken voor je aandacht. En mocht jullie willen weten hoe het straks de 4 weken gaat, ik probeer ook elke dag op mijn website een dagelijks verslag te houden. Hartelijk dan ook wel op internet, dus bekijken, maar meer herkennen, dus zal dat wel zelf goed zijn. Dankjewel voor je aandacht. Ja, en daarom is het nog even uitgekomen van deze discussie van zaterdag. Jullie hebben hartelijk bedankt voor de aandacht. Ik wens jullie nog een hele fijne avond en mogen ze het nog wel doen. Dit is.